Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken en vandaag gaan we weer lekker aan de slag. Kerst is voorbij, dus allemaal nieuwe inspiratie en ik heb er heel veel zin in om er weer mee aan de slag te gaan. En straks ook het nieuwe jaar weer te beginnen met heel veel lekkere frisse bloemstukken. Dus heb jij er ook zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Het abonneren is helemaal gratis, dus druk eventjes op die abonneerknop. Dan blijf je de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En er komen nog heel veel leuke bloemschikvideo's aan, dus druk eventjes op die knop. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je het onderkopje cursuspakketten. En dan gaan we nu gauw beginnen. Vandaag gaan we aan de slag met deze mooie berkenhouders. Daar gaan we een mooi kerststukje op maken op een aparte manier, zoals jullie wel van me gewend zijn. Dus dat is natuurlijk super leuk. Ik ga even de oase erbij pakken, die heb ik alvast nat gemaakt. En dan gaan we daar gauw mee beginnen. De houders waar het oase op komt zitten wat los in. Dus die kan je eventueel vastlijmen als je het prettig vindt. Zou ik wel doen, maar mocht je geen lijmpjes zo hebben is het ook geen probleem. Maar het zit wel iets steviger als je even de vaste inlijmt. Ik heb een mooi oase rondje, die bevestig ik er bovenop. En deze komt er straks weer bovenop. Dus zo maken we een hele leuke toren. Voor nu kan die nog eventjes af, want we gaan vast de zijkanten opsteken. Ik maak het rondje heel iets kleiner dan dat hij nu is. Dus ik schil hem als het ware eventjes iets kleiner. Ik gebruik wel een rondje, want dan hou je die vorm gelijk mooi. Dan gaan we de zijkanten mooi opsteken met verschillende bloemen. Ik gebruik daar mooie paarsroze materiaaltjes voor. En die steek ik heel compact op. En dit doe ik gemengd in het stukje en rondomheen. Zoals je ziet heb ik het stukje heel mooi opgestoken. Mooi compact aan de zijkant, dat hij mooi gevuld is. En dan kan het andere berkenstukje er weer bovenop. En wat we dan gaan doen is hem aan de buitenkant. Hij is nu trouwens echt al super mooi. Kijk dan hoe leuk. Maar we maken er natuurlijk nog één geheel van. Want nu heb je een beetje een berkenhout, bloemstuk berkenhout. En we willen natuurlijk dat het één geheel wordt en één mooi bloemstuk. Dit gaan we met verschillende materialen doen. Zoals je ziet heb ik hier hele mooie natuurlijke materialen naast me liggen. En die gaan het straks echt heel apart maken. En echt heel mooi. We lijmen dat even aan de zijkant. En dan wikkelen we het er los omheen. Let wel op dat deze er nog aardig los op zit. Dus dat je hem dan niet afbreekt. En op die manier wordt het echt een heel apart stukje. Dus dat gaan we even doen. Ook heel mooi in combinatie met die kleuren van het berkenhout. Ik pak even het lijmpistool erbij en dan kunnen we het mooi gaan bevestigen. Je kan nu al zien wat dit eigenlijk doet. Het maakt echt het stuk helemaal af. Wacht tot het goed gedroogd is. Even goed aandrukken. En dan wikkel je het er losjes omheen. En dan maak je het aan de bovenkant ook al vast. Even een klein beetje lijmen.
En zoals je ziet hebben we dan echt een heel apart stukje. Hij is echt niet moeilijk, maar wel heel erg apart. En hij lijkt wel moeilijk door de manier van werken. Maar het is eigenlijk super leuk om zo'n stukje te maken. Dus wil je het pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder kopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het er naartoe moet, het komt gewoon naar je toe. Zowel de verse materialen als de decoratiematerialen. Je kan gewoon het hele complete pakket bestellen. Dus dan hoop ik dat je het weer leuk vond. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!